Nummer 4. En de Heere sprak tot Mozes en Aaron. Neem het aantal op van de Kehatieten onder de Levieten, naar hun geslachten en families, van 30 jaar oud en daarboven tot 50 jaar oud, ieder die dienstplichtig is om werk te verrichten in de tent der samenkomst. Dit zal de dienst der Kehatieten in de tent der samenkomst zijn, de zorg voor de allerheiligste dingen. Bij het opbreken van de legerplaats zullen Aaron en zijn zonen naar binnen gaan en het bedekkend voorhangsel afnemen, en daarmee de ark der getuigenis bedekken. Daarover zullen zij een bedekking van tagasvel leggen en daarover een kleed geheel van blauw-purper spreiden en de draagstokken aanbrengen. Ook over de tafel der toonbroden zullen zij een blauw-purperen kleed spreiden en daarop plaatsen de schotels, de schalen, de kommen en de plengkannen, terwijl ook het steeds aanwezige brood erop zal blijven liggen. Daarover zullen zij een scharlakenkleed spreiden en dit bedekken met een bedekking van tagasvel en de draagstokken aanbrengen. Dan zullen zij een blauw-purperen kleed nemen en daarmee de kandelaar voor het licht bedekken met zijn lampen, snuiters, bakjes en al zijn gerei voor de olie, waarvan men zich daarbij bedient. En zij zullen hem met al zijn gerei plaatsen op een bedekking van tagasvel en op een draagbaar zetten. Over het gouden altaar zullen zij een blauw-purperen kleed spreiden en dit bedekken met een bedekking van tagasvel en de draagstokken aanbrengen. Dan zullen zij al het dienstgerei nemen, waarmee zij in het heilige dienst doen en dat op een blauw-purperen kleed plaatsen en het bedekken met een bedekking van tagasvel en op een draagbaar plaatsen. En het altaar zullen zij van as reinigen, er een rood-purperen kleed overheen spreiden en daarop leggen al zijn gerei, waarvan men zich daarbij bedient, de vuurpannen, de vorken, de scheppen, de sprengbekkens, al het gerei van het altaar, en daarover een bedekking van tagasvel spreiden en de draagstokken aanbrengen. Als Aaron en zijn zonen bij het opbreken van de legerplaats gereed zijn met het bedekken van het heilige en al het heilige gerei, dan zullen daarna de Kehatieten binnengaan om het te dragen. Zij zullen echter het heilige niet aanraken, want dan zouden zij sterven. Dit is hetgeen de Kehatieten aan de tent der samenkomst te dragen hebben. En Eleazar, de zoon van de priester Aaron, heeft het toezicht op de olie voor het licht, het welriekend reukwerk, het dagelijks spijsoffer en de zalfolie. Hij heeft het toezicht op de gehele tabernakel en alles wat daarin is, zowel het heilige als zijn gerei. En de Heere sprak tot Mozes en Aaron. Laat de stam van de geslachten der Kehatieten niet uitgeroeid worden uit de Levieten. Maar dit zult gij voor hen doen, opdat zij blijven leven en niet sterven, wanneer zij de allerheiligste dingen naderen. Aaron en zijn zonen zullen naar binnen gaan en hun een plaats aanwijzen, ieder bij hetgeen hij te doen of te dragen heeft. Maar zij zullen niet naar binnen gaan, zodat zij het heilige ook maar voor een ogenblik zien, want dan zouden zij sterven. En de Heere sprak tot Mozes. Neem ook het aantal op van de Gersonieten naar hun families en geslachten. Van 30 jaar oud en daarboven tot 50 jaar oud zult gij hen tellen. Ieder die dienstplichtig is om arbeid te verrichten in de tent der samenkomst. Dit zal de dienst van de geslachten der Gersonieten zijn bij het dienen en het dragen. Zij zullen dragen
de tentkleden van de tabernakel en de tent der samenkomst, de bedekking daarvan en de bedekking van tachasvel die daar overheen ligt, het voorhangsel voor de ingang van de tent der samenkomst, de gordijnen van de voorhof en het voorhangsel van de ingang van de poort van de voorhof die bij de tabernakel en het altaar rondom is, met de bijbehorende touwen en al hun dienstgereedschap en alles wat daaraan te doen is. Daarbij zullen zij dienst doen. Naar het bevel van Aaron en zijn zonen zal de gehele dienst der Gersonieten verricht worden, bij al hun dragen en bij al hun dienen. Gij zult hun als taak aanwijzen alles wat zij moeten dragen. Dit is de dienst van de geslachten der Gersonieten aan de tent der samenkomst en hun taak onder leiding van Itamar, de zoon van de priester Aaron. Wat de Merarieten betreft, hen zult gij tellen naar hun geslachten en families. Van 30 jaar oud en daarboven tot 50 jaar oud zult gij hen tellen. Ieder die dienstplichtig is om de arbeid te verrichten aan de tent der samenkomst. En dit is hun taak in het dragen, wat betreft al hun dienst aan de tent der samenkomst. De planken van de tabernakel, zijn balken, zijn pilaren, zijn voetstukken, de pilaren van de voorhof rondom met de voetstukken, de pinnen en de touwen, al het bijbehorende gereedschap en alles wat daaraan te doen is. En bij name zult gij het gereedschap noemen dat zij moeten dragen. Dit is de dienst van de geslachten der Merarieten naar al hun dienst aan de tent der samenkomst, onder leiding van Itamar, de zoon van de priester Aaron. Toen Mozes met Aaron en de hoofden der vergadering, de Kehatieten, telde naar hun geslachten en families, van 30 jaar oud en daarboven tot 50 jaar, ieder die dienstplichtig was tot de arbeid aan de tent der samenkomst, waren hun getelden naar hun geslachten 2750. Dit waren de getelden van de geslachten der Kehatieten, allen die dienst deden aan de tent der samenkomst, die Mozes met Aaron telde naar het bevel des Heren door de dienst van Mozes. De getelden der Gersonieten naar hun geslachten en families van 30 jaar oud en daarboven tot 50 jaar oud, ieder die dienstplichtig was tot de arbeid aan de tent der samenkomst, hun getelden naar hun geslachten en families waren 2630. Dit waren de getelden van de geslachten der Gersonieten, allen die dienst deden aan de tent der samenkomst die Mozes met Aaron telde naar het bevel des Heren. De getelden van de geslachten der Merarieten naar hun geslachten en families van 30 jaar oud en daarboven tot 50 jaar oud, ieder die dienstplichtig was tot de arbeid aan de tent der samenkomst, hun getelden naar hun geslachten waren 3200. Dit waren de getelden van de geslachten der Merarieten, die Mozes met Aaron telde naar het bevel des Heren door de dienst van Mozes. Al de getelden die Mozes met Aaron en de hoofden van Israël naar hun geslachten en families stelde, namelijk de Levieten van 30 jaar oud en daarboven tot 50 jaar oud, ieder die dienstplichtig was tot dienen en tot dragen aan de tent der samenkomst, hun getelden waren 8580. Naar het bevel des Heren door de dienst van Mozes droeg men ieder op wat hij te dienen en te dragen had, te weten de getelden zoals de Heere Mozes geboden had.